Om vet uit pindanoten te extraheren, maken we gebruik van volgende benodigdheden: 20 gram pindanootjes, een stamper en een mortier waarbij we de pindanoten gaan fijnmalen, een filtreerpapiertje om deze op te plaatsen en een weegschaal om het geheel uiteraard af te wegen. Om de proef uit te voeren maken we gebruik van volgend labomateriaal. Van links naar rechts ziet u een kookkolfje, een soxletapparaat, een extractiehuls en een Liebigkoeler. Deze wordt aangesloten op de waterleiding. In het kookkolfje brengen we enkele kooksteentjes. Bij een extractie moet men steeds gebruik maken van een oplosmiddel, in dit geval is dat ether. Zorg er steeds voor dat de hoeveelheid oplosmiddel meer is dan de inhoud van het soxletapparaat. We brengen de ether in het kookkolfje en plaatsen deze in de verwarmingsmantel. De fijngemalen pindanootjes en het filtreerpapier brengen we vervolgens in de extractiehuls. Deze extractiehuls wordt dan geplaatst in het soxletapparaat. Tot slot plaatsen we de Liebigkoeler op het soxletapparaat en is de proefopstelling klaar voor gebruik. Allereerst brengen we het oplosmiddel aan de kook met behulp van de warmtemantel. De vloeibare ether verdampt en stijgt in de wijde buis rechts richting de Liebigkoeler. De etherdampen condenseren in de Liebigkoeler. Het vloeibare ether komt vervolgens terecht in de extractiehuls, waar dat zich ook de pindanootjes bevinden. Het volume van het vloeibare oplosmiddel neemt steeds meer en meer af. De extractieruimte in het soxletapparaat wordt daarentegen meer en meer gevuld. Is de extractieruimte vol, dan treedt de hevel rechts in werking en hevelt de ruimte leeg. De oplossing komt opnieuw terecht in de kookkolf. Het extract blijft hier achter, omdat het niet of weinig vluchtig is. In dit geval is het extract het vet van de pindanoten. Op dit ogenblik wordt de extractieruimte leeggeheveld en vervolgens zal de cyclus opnieuw beginnen. Wij hebben het extractieproces gedurende 60 minuten laten lopen. Op deze manier waren we vrij zeker dat al het vet uit de pindanoten was geëxtraheerd. Wanneer al het vet uit de pindanootjes is geëxtraheerd, kunnen we de extractie beëindigen. Wanneer de extractie is beëindigd, gieten we de vloeistof, aanwezig in de kookkolf, over in een petrischaal. Hiervan bepalen we het gewicht. Zorg er wel voor dat de kooksteentjes in de kookkolf niet terechtkomen in de petrischaal. Omdat het oplosmiddel, namelijk ether, zeer vluchtig is, zal dit verdampen. Enkel het vet van de pindanoten blijft uiteindelijk nog over in de petrischaal. Uiteindelijk kunnen we dan het vetpercentage in pindanootjes gaan bepalen. We zijn vertrokken van 20 gram pindanootjes in de extractiehuls. Uiteindelijk hadden we 7,5 gram vet. We kunnen dit met behulp van de regel van 3 gaan uitrekenen, zodanig dat we het vetpercentage krijgen. Het vetpercentage in de pindanootjes bedraagt dan ook 37,6%. All about chemistry. Won't you show me everything?